Beste bingo-atleten, 13 december is het dan zover, de lift-off. Hier een filmpje met korte informatie wat je die dag kan verwachten, de tijdspanne die we gaan aanhouden en wat tips en tricks voor de dag zelf. Het moment waar jullie maanden naartoe getraind hebben, de lift-off. Op vrijdag hebben we een weigh-in moment, dat is van 5:30 tot 6:15. Maar stel dat je deze tijd niet kan, we hebben nog een alternatief weegmoment op donderdag van 7:30 tot 7:30. Maar deze is alleen geldig met een hele goede reden. Wat gaan we doen tijdens dit weegmoment? Uiteraard gaan we jouw gewicht meten, maar je mag ook 6 getallen doorgeven, namelijk 3 voor je clean and jerk en 3 voor je snatch. Tijdens het liften mag je nog afgeweken worden, maar we willen graag een indicatie hebben wat jij gaat liften op deze dag. Op de vrijdag gaan we met het echte liften om 7:30 van start. Nu even een paar algemene regels voor de twee lifts, voor de snatch zowel als de clean and jerk. Als je de lift begint, sta je op het podium en als je de lift raakt of mist, sta je op het podium. Misschien ga je wel een paar stappen naar voren nemen of een stap naar achter, maar als je van het podium stapt, is het een mislift. Daarnaast hebben we ook, als je begint met zo'n lift, als je de bar boven je knie brengt, moet je de lift afmaken. Als de bar terug naar beneden komt en de podium aanraakt, is het een mislift. Daarnaast, als je de lift raakt, ga je staan, wacht je op de signs van je judge als het geraakt is of gemist, daarna pas kan je de bar laten vallen. Voor alle 6 lifts heb je 1 minuut per lift. Voor de snatch. Het enige wat we gaan judgen is de gelijke uitloop van beide ellebogen. Dus ik ga eerst een goede voor laten zien. En nu ga ik een slechte laten zien. Voor variaties van de snatch, je mag een muscle snatch doen of een power snatch of een squat snatch doen. En voor de clean mag je ook een muscle clean doen, power clean of een squat clean. Voor de jerk mag je een power jerk doen of een split jerk. Ik ga alle 3 laten zien. Eerst voor de snatch, muscle snatch, power snatch. Quad snatch. Nu, muscle clean, power clean, and squat clean. Push jerk, and split jerk. Wat tips voor de dag zelf. Je hebt 3 lifts per onderdeel, daar moet je goed over nadenken welke getal je kiest. Zorg ervoor dat je eerste lift een zekerheidje is. Of dat jouw 80, 85 of 90% is, maakt niet uit, maar zorg dat je hem hit. Daarnaast wil je een lift doen waarvan je denkt om en nabij waar jouw PR zit. Of misschien iets eronder, zodat je je laatste lift hebt als all-out attempt om een mooie score neer te zetten. En dan misschien wel de belangrijkste tip, hou het veilig. We proberen onszelf uit te dagen, we proberen een mooi getal neer te zetten, maar niet ten koste van alles. Dus, veiligheid voor. Waarschijnlijk ben je op deze dag best wel nerveus, maar hou 1 ding heel goed in je hoofd. Probeer onszelf op een positieve manier te laten zien en vergeet niet altijd lol hebben. Tot vrijdag!